Goedemorgen. Get ready with me met de dingen die ik uit de Shop My Stash heb. Ik heb een nieuwe Shop My Stash gedaan. Die andere was echt veel te groot. Daar had ik echt, nou ja, goed. Dus ik heb een nieuwe. Dat ligt nu allemaal voor me. Sommige dingen heb ik overgeheveld, want die had ik niet gebruikt. En die wilde ik dan toch graag een keer proberen. We beginnen met de primer. Ik heb een soort Milani Week. Dit doe ik natuurlijk nu niet goed. Even afvegen. Want ik wil namelijk eerst de Super Dewy Elixir. Super Dewy, het is het serum. Van Revolution proberen. Nou, niet proberen. Maar die heb ik echt wel nodig. Ik gooi hem om. Oké. Ik heb hier ook mijn bril, maar goed. Dit is de er staat niet echt wat die doet, die primer. Maar dat serum moet er heel even intrekken. Lightweight Lotion Texture Natural Finish is enhanced with Vitamin E and Glycerin. Smooth Skin, All Skin Type, Extends Makeup Wear. Nou, weet je, laten we die even overslaan. Ja. Oh, die heb ik al gepompt natuurlijk. Nou, dan doen we die gewoon even een beetje op het voorhoofd. Een beetje aan de buitenkantjes. Dat dit gedeelte een beetje blijft glowen, zeg maar. Dit is wel heel veel op het voorhoofd. Dat is als je dingen in een haast wil doen, hè? Dan lukt het nooit. Dat is nou eenmaal zo. Ik heb de Elf CC Cream. En ik ben hier niet heel kapot van. Omdat ik altijd vind dat hij er uitdrogend uitziet. Maar nu heb ik van de Revolution Pro. Dit zijn Pearl Drops. Nee, weet ik niet. In ieder geval dewy. En die kan je dus, die zijn bedoeld om bij je foundation te doen. Twee druppies. Ik heb hier een hele grote bak met spullen die ik op moet ruimen, die ik gebruikt heb. Even zo. Zo. Nou, even kijken of dit een beetje. Weet je wat? We nemen een spons.
Je merkt wel als je er minder van opbreekt, dat er een hoop minder dekking is. Wat natuurlijk logisch is. Maar dit is voor mij gewoon genoeg hoor. Dit is één pompje. En ik heb nog wel wat over. Het ziet er in ieder geval dewy uit. Op hoop van zegen. Ja, poeder heb ik er niet van. Even kijken, wil ik een beetje corrector? Ja, dat wil ik wel. Als concealer. Ik heb in ieder geval bedacht dat ik, nou dat heb ik niet bedacht, maar dat ik iets minder Shop My Stash dingen doe en dan misschien wel iedere week iets anders pak. En ik weet niet of ik het iedere week ga filmen. Hier ben je. Ik neem de Under Eye poeder van Revolution. En ik dip er gewoon één keer in. Zit alles gelijk in me. Want als het te lang duurt, dan, dan raak ik een beetje uitgekeken op een of andere manier. Ik heb de Bake & Blot van Revolution. Dat is deze. Maar ik heb niet heel veel. Klein beetje hier meer op de kaaklijn. Want daar blijft het plakken en dat vind ik echt vervelend. Zo. Dan doen we een beetje van de Max & More Fixing Spray op. Om het poedereffect weg te halen. De hel zit in mijn haar. Ja, mijn huid heeft nu echt een hele mooie natuurlijke glow. Niet dewy. Niet. Nee, dit is mooi. Oké, ik heb twee blushjes wel gepakt. Dat is de Zo, mijn ogen worden echt slecht. Petal Primavera. En Luminoso. Maar we gaan eerst bronzen. Is dit bronzer? Baked bronzer nummer 4. Ik tik er één keer in en dan ga ik gewoon. Stippelen. Want ik wil niet een heel bronzy gezicht. Dat past ook niet bij mijn lijf. Want ik heb absoluut geen kleur.
Welke blush gaan we doen? Primavera. Het lijkt heel donker hoor, die Primavera, maar dat is niet zo. Dan heb ik van Milani ook de Champagne Doro. Dat is een baked highlighter. Heel mooi. Ik alleen hier een beetje veel. Zo. De wenkbrauwen. Nog steeds Going Strong. Die van XX Revolution. Even kijken, even uitkomen. Even gelijk maken. Heel klein beetje even. Even het puntje opnieuw doen hoor. Ze zijn gewoon niet gelijk, maar ik vind dit ook wel. Ik ga heel even de wimpers. Oh, ik heb ook nog wat voor de ogen. Dat zijn de Revlon. Maar daar heb ik nu eigenlijk even geen zin in. Andere keer. Andere keer. Ik ga mijn wimpers even krullen. En dan doe ik even de Paradise Primer op. Die is bijna op. Zo. Heel even, toch nog iets aan die wenkbrauwen frummen. Het zit me toch niet helemaal lekker.
Ja, beter. Dus dat een soort vlek, schaduwvlek-achtig iets. Ik weet het niet precies. Nou, zo. Dan gaan we even tightlinen, hoop ik dat het lukt. Moi. En dan wil ik altijd even een... Wat heb ik hier nou weer? Een dingetje aan de binnenkant. Zo. Lippenstift. Ik heb een lippie pencil van NYX. Ik heb niet de kleur... Deze kleur is gewoon bekend mijn lipkleur. Dan heb ik 3 lippenstiften van Milani. Doe ik weer even mijn bril op. Anders kan ik het niet lezen. Dit is de Bold Matte I Am Pretty. Dan heb ik de... Ja... Welke is dit? Dit zijn die Petal Pouch of zo. 110 Lustful. Dit is een hydraterende. En ik heb een 14 Pleasure. Dit is een matte. We gaan voor de matte. Heel creamy. Het is altijd jammer dat ik dan hier aan het randje pakt het op een of andere manier niet. Moet altijd iets meer aandacht aan besteden. Ja. Even een beetje fixing spray. Daar kan ik nog even wapperen. En dan alleen nog even een beetje mascara en dan zijn we klaar voor de dag. Zo, dat is hem voor vandaag. Met de Shop My Stash. Dit is voor deze week. En doe ik gewoon volgende week een nieuwe. En dan pak ik wat nieuwe dingen die ik graag nog wil proberen. Nou, niet wil proberen. Wil gebruiken. Bedankt voor het kijken naar mijn Hoorn YouTube kanaal. Like en subscribe. En dan zie ik jullie de volgende keer. Doei.